Dames en heren, mag ik om stilte vragen alsjeblieft? Dank u wel. Welkom, beste zussen van mevrouw Wieshoves, Marie-Louise, familie en naasten van Wieshoves. Welkom jullie allemaal hier vanmorgen aanwezig. En speciaal wil ik ook memoreren aan Riek en kinderen die wonen in de Verenigde Staten en aan Truus die er niet bij kan zijn, maar die in gedachten wel bij ons zijn. Het overlijden van jullie dierbare zus, schoonzus, tante, nicht en vriendin brengt ons vandaag hier samen. We zijn hier in deze aula samengekomen om de laatste stap te zetten naar het afscheid. Afscheid nemen is meer dan alleen vaarwel zeggen. Er komt een leegte in je leven die je hoe dan ook in zult moeten vullen. Voor langere of kortere tijd en je hoopt op een tot ziens. Afscheid nemen van Wieshoves is veel meer dan alleen maar vaarwel zeggen. Van het tot ziens kunnen we ons geen reëel beeld vormen. We kunnen alleen maar hopen op een plaats waar we elkaar daadwerkelijk ooit weer tegen zullen komen. We hopen op een plaats waar Wies het nu goed zal hebben. Een plek waar door de tijd heen allerlei namen aan gegeven zijn. De hemel, de overkant of het hiernamaals. Maar de leegte die hier op aarde tussen u ontstaat, zal gevuld moeten worden. Niet alleen met herinneringen, maar ook met een voortleven in de geest van en naar het hart van Wies. Zo zelfs dat zij een plaats behoudt in ons leven en zo voortleeft bij ons en met ons. Maar nu zitten we hier bij elkaar rondom het lichaam van Wies en voelen we die grote leegte, het verdriet en de pijn die dit afscheid met zich meebrengt. We hebben veel herinneringen en stille gedachten. We moeten afscheid nemen van haar, maar we willen bovenal recht doen aan deze mens die een van ons was. En daarom zijn we hier ook hier bij elkaar gekomen in deze aula. Want hier vormen we de kring van geliefden en vrienden die de laatste jaren het leven van Wies hebben gedeeld en haar levensgeluk hebben bezorgd. Hier sluiten we de weg af die we samen gingen. Hier beleven we haar leven en sterven opnieuw. Hier laten we los, voorgoed,
Haar lichaam zal vergaan tot as en verwaaien tot stof. Maar we nemen pas echt afscheid als we haar leven hebben herdacht met respect en genegenheid. En dat doen we door hier te luisteren naar het eigen in memoriam. En door nog even te bidden en door het meebrengen van de mooie bloemen die u hiervoor ziet. Allemaal tekenen van onze genegenheid. We doen dat uit respect voor Wies, maar ook om alle herinneringen te bewaren, zodat we ze niet vergeten. Want uit deze herinneringen kunnen we onze troost halen. De troost om weer verder te kunnen gaan met ons leven zonder Wies. Wie des der Wind soll ich dich bringen, wie des der Wind will ich kind, wie des der Wind höre mich singen, wie des der Wind will ich kind, sollst du dann immer bei mir bleiben, sollst du dann nooit mehr. Mich höre, wie des der Wind, wie lief Kind, wie des der Wind, was auch gebühre, wie des der Wind, wie lief Kind, dann will sie immer wie mich bliebe, dann will sie nooit mehr von mich holen. Met deze foto begint haar levensverhaal. Want op 18 april 1938 werd Wies geboren. Er waren niet alleen haar ouders, maar ook 7 zussen en 3 broers. Anneke, Riek, Mia, Jacques, Joep, Beer, Truus, Hermien, Regine en Nelly.
Helaas overleed vader al vroeg, maar het hechte gezin, dat bleef. Nelly en Wies waren maatjes en tot op heden spreken we over de kleintjes. Dit had voordelen, maar ook zeker nadelen. Altijd als eerste naar bed. Als ze winkeljuffrouw mochten spelen nadat Truus en Hermien uitgespeeld waren, waren alle snoepjes, koekjes en suiker op. En waren er alleen nog maar droge erwten en bonen. Het voordeel was dat de ouderen altijd iets mee moesten nemen voor de kleintjes. En zij wel nog iets kregen van Sinterklaas. Dit tot groot verdriet van Regine. Zij was toch ook zo lang het jongste kind geweest. Na de oorlog kwam de eerste echte scheiding tussen de kleintjes. Voor 6 weken ging men naar Helden om aan te sterken. Nelly en Wies, ieder in een apart gezin. Wies heeft 4 weken gehuild en geschreeuwd om Nelly. Moeder is er toen maar gaan halen. Wies koos voor een beroep in de zorg. Hier maakte ze vriendinnen voor het leven. Op Camilles werken met dementerende ouderen en in de kraam met babytjes. Neven en nichten werden geboren en overal ging Wies helpen. Wij als neven en nichten zijn dus niet alleen opgegroeid met onze ouders en broertjes of zusjes, maar ook met tante Wies. Moeder werd ziek en Wies, samen met Nelly en Regine, gingen voor haar zorgen. De reis naar Lourdes, waarvan u hier de foto ziet, heeft veel indruk gemaakt. Men hoopte dat Joep nog op verlof kon komen. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. In 1963 is moeder overleden en er brak een moeilijke tijd aan voor Wies. Ze was een echt vechtersbaasje, bleef worstelen en kwam toch iedere keer weer boven. Riek, Mia, Joep en Nelly vertrokken naar het buitenland. Als ze op vakantie kwamen, vonden ze bij Wies altijd een thuis. Het zigeunerbed is geen vreemde term in de Van Gooyestraat en later in de Stationsstraat. Anneke gaat ze iedere week helpen in Sittard met ramen wassen, vloerschrobben en houtjes hakken. Daar kan ze een stuk energie kwijt en als ze dan aan het einde samen een kopje erwtensoep eten, is iedereen tevreden. Neven en nichten kregen ook kinderen en weer is tante Wies van de partij. Voor iedereen staat ze klaar. Op vakantie. Op vakantie gaan samen met de zussen geeft ook veel herinneringen. Hoe heeft zij genoten van dit windorgel in Vlissingen? Langzamerhand wordt duidelijk dat haar leven een andere wending krijgt. Het leven wordt letterlijk een leven van vallen en opstaan. Thuisblijven is geen optie meer, ondanks alle zorg van haar buren, de heer en mevrouw Mosterdijk, maar vooral die van Regine, die vaak aanwezig is en blijft slapen. Verhuizen naar Beek lijkt de beste oplossing. Hermien kan te voet of met de fiets komen en zij is er dan ook vaak. Wat u nu krijgt te zien zijn nog een paar hoogtepunten. Het bezoeken van de concerten van André Rieu en het grenzentochtje.
Als blijkt dat de verzorging in Beek niet de zorg kan geven die Wies nodig heeft en nodig heeft verdiend, gaat ze naar Camilles in Roermond. Een van haar weinige communicatiemiddelen is haar lach. En die zien wij als bezoekers, verzorgend personeel en medebewoners dan ook geregeld. De laatste dagen gaat het hard. En Wies geeft aan dat ze klaar is met haar leven. Ze geeft ons nog de tijd om te accepteren dat ze er niet meer is. En dat het goed is zo. In aanwezigheid van Regine sterft ze dan ook, dinsdagnacht. Wies heeft nu de rust waar ze zo naar verlangde. Thank you.
De muziek van Boemel Petrus. De belangstelling voor de kleintjes en haar oppaskinderen Noah en Jorn. Al haar zussen, speciaal Steeltje. Dit was Wies, ten voeten uit. Dan wil ik nu graag Regine uitnodigen voor haar woord. Ik heb twee kleine gedichtjes en het ene slaat op kort na de oorlog, omdat we ook van na de oorlog zijn. Stevige blauw-wit geruite katoen met een eigenhandig gehaakt, heel fijn wit kantje eromheen. Zelfgemaakte zakdoekjes. Dat is een beetje vind ik speciaal eigenlijk voor Annie van Os, omdat die helemaal van die tijd is. En omdat Wies van de zee hield, heb ik een mooi gedichtje gevonden van J.C. van Schagen, het houtje. Het houtje drijft op de zee, het kleine houtje op de grote zee. Het voelt zich erg eenzaam. Eerst leek dat drijven wel wat zo afwisselend en tegelijk zo wijd, maar op de duur wil je toch meer vastigheid. En er is ook helemaal geen conversatie. Je komt bijna nooit een ander houtje tegen. En de zee geeft helemaal niets om je. De zee geeft helemaal nergens om. Het houtje droomt nu maar van een strand. Nee, niet van vroeger, toen ze boom was. Dat is verloren. Een strand is er niet. En dan heb ik nog een paar uitspraken. Ik heb veel over Wies geschreven en ik heb een beetje een selectie gemaakt. En ik heb het ook genoemd loslaten. Wies, soms ben ik gelukkig. 2007. In de flat Stationsstraat, de T als vlag. De theedoek als vlag. Soms is Wies moe en heeft geen zin en brengt me niet naar het station. Dan zwaai ik naar haar vanuit het treinraampje en zie ik de theedoek verschijnen. Met twee handen zwaait ze over het balkon en kan ik dat zien vanuit de trein. Kerstmis 08. Wies, ik vind het moeilijk, maar ja. En dat maar ja heeft ze heel vaak gezegd. 27 december. Ik weet niet meer of het waar is als ik kijk hoe laat het is en of het de dag is die ik denk dat het is. 4 juli. 09. Ik zeg, Wies, we maken ons zorgen om jou. Ja, dat doe ik ook ten opzichte van mezelf, zegt ze. En op 4 augustus zegt ze, ik leef in een rare wereld. 5 augustus, we gaan naar Odiliënbergen, maar ik weet niet of er iemand thuis is. Straks gaat ze dus naar het Bergerbos, dus de natuurbegraafplaats. 14 augustus, Wies, ik ken mezelf niet meer. 1 september, Wies zegt hij mij, ik war nicht kwiet. 8-12, ik kom in een andere wereld, het heukske in Beek. Ik ving het fijn als immers mich patatten opschup. En hier kent ze ook nog eens lachen. 21-2-1910, Wies is opgewonden, 2010. Ger en Wiel komen op bezoek. Wies is boos en verdrietig. Ze zegt, jij kunt zoveel, je bent zo vlug. Ik moet alles afgeven, dat moeder mich maar kunt houden. Wies is weer bang dat ze geen geld heeft en dat ze dit allemaal niet kan betalen.
ook dat ze nog een opleiding moet volgen en dat kan ze niet meer. Wies, ik wou dat ik me niet meer zo hoefde in te spannen om van alles te onthouden. Ik roep jullie, of ik denk dat ik dat doe, maar dan is er niemand. Wies vertelde opeens over de school in Tegelen. De juf zei dat ik rechtop moest schrijven en dan ging ik weer scheef. Want toen moesten ze opeens allemaal recht leren schrijven. 1 november 2010. Marian, schrijf jij op waar we naartoe gaan, want anders staat dat zo stom. Camilles. Wies, jij hebt nog iets leuks en ik niet. Ik wil naar bed, slapen en niet meer wakker worden. Als ik op bezoek kom, ik ga met dich met. 13.3.11. Wie zegt, ik zeg tegen Nelly dat ik er niks aan kan doen dat ik me slecht voel. Wie voelt zich gevangen in de rolstoel. Tweede paasdag, wie huilt en zegt, dit is toch geen leven. Wie zwaait nog steeds naar de mensen tijdens de wandeling. En haar lachje is helemaal geweldig. Wies doet vaker haar ogen niet meer open en het duurt een half uur voordat ze erbij is. Opeens zei ze, dank je wel, toen ik wegging. Mei 12, Wies is erg aanhankelijk. Ze wordt stiller, dunner, ernstig. Soms lacht ze en vindt ze de vlaai lekker.